Nou, als je vragen hebt, ga je maar naar René, ja? Oké. Ruud, ik heb een vraagje. Hoe kom je eigenlijk aan die mooie rode Jaguar waarmee je altijd hier naartoe komt rijden? Zeker niet helemaal eerlijk verkregen, hè? Jawel. Kijk. Ik wed veel. Met collega's wedden. Oh. Ook van boven en beneden. Ja. Ja, maar, ik wil met u ook wel een weddenschap aangaan. Is goed? Ja. Oké. Ik durf te wedden dat u om 2 uur stipt een vrat zo groot als een rozijn op uw bil heeft. Voor 2000 euro. Oké, prima. Deal. 2000 euro. Hey, pardon. 2 uur. Oh, ja. Ik dacht al, waar blijf je? Hoe gaan we het... Ja, laat maar zien. Ja. Toch? Ja, is goed. Zo, nou. Ziet het niks te zinnig? Hebben we dat gevonden? Ja, ik kan het niet zo goed zien. Misschien moeten we even bij het raam, dan heb ik wat daglicht. Oké. Nou, zij ook. Dus, nou, geen wat te bekennen. Hè? Nee, u heeft gelijk. U heeft gewonnen. Ja, 2000 euro, jongen. Ik ga ze even halen. Zal ik even doen. Oh, ja, dat is... ik had dus met de rest van de afdeling gewed voor 5000 euro... dat ik om 2 uur precies de basis blote reet voor het raam kon hebben. Joe. Mandy van der Spek. Hallo. Hallo. Zo, Mandy, heb ik het nou goed begrepen dat je een bedrijfsongevalletje hebt gehad? Ja, ik heb een bedrijfsongevalletje gehad. Oh. En wat is er precies gebeurd dan? Nou, ik heb een ongelukje gehad op mijn werk en nu ben ik zwanger. Nou, dat valt niet echt onder de noemer bedrijfsongevalletje. Waar werk je dan? De spermabank. Hey. Hey. Ik ben gisteravond met haar naar bed geweest, hè? Oh, echt? Jazeker. Kan je geheimpje bewaren? Hm. Ze is echt veel beter in bed dan mijn vriendin, hè? Hey. Ja, ik ben ook met haar naar bed geweest, man. Ja? Ja. Maar ze is zeker niet beter dan je vriendin, hoor. Nee. Goedemorgen. Alles goed? Zo, jouw kont is echt dik geworden, zeg. Serieus? Volgens mij is jouw kont nog dikker dan onze barbecue. Hey, wat doe je? Nou, denk je nou echt dat ik deze barbecue ga opwarmen? Voor één zo klein worstje? Liefie, waarom snij je nou de uiteindes van die worst? Ja, zo doet mijn moeder het altijd. Maar waarom dan? Hoi. Hey. Hi. Oh.
Mam? Ja? Waarom snijden we eigenlijk altijd die uiteindes van een worst? Ach, ja, dat heb ik mij ook altijd afgevraagd. Dat is toch traditie? Dat heb ik ooit geleerd van mijn moeder. Zij heeft dat weer geleerd van haar moeder. Zo doen wij dat. Dat gaat van generatie op generatie. En ik zou je zeggen, mijn moeder, die moest altijd haar eigen messen slijpen voordat ze ging koken. Hè? Ja, ja, dat weet ik nog. Ja, 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 ja. En die waren dan zo vlijmscherp. En dan stond ik als meisje naar te kijken, dat ik dacht, oeh, mam, snij je niet in je vingers. Ja, hè? Ja, echt. Maar die worsten, ja, die smaken gewoon lekkerder. Absoluut, dat kan ik beamen. Ja, ja, absoluut. En waarom? Dat zouden we aan oma moeten vragen. Hi, lieverd. Hallo, hallo. Zeg, mam, je kleindochter heeft een vraag voor je. Oma, waarom snijden wij altijd de uiteindes van een worst? Koken jullie nou nog steeds in dat oude kleine pannetje? Hey, schat. Hey, heb jij wel eens 20 euro verkreukeld gezien? Nee. En heb jij wel eens 50 euro verkreukeld gezien? Nee, ook niet. Heb jij wel eens 40.000 euro in de kreukels gezien? Nee. Ga maar even kijken in de garage. God! Ik doe open. Nee, maar het zijn mijn vrienden. Ja, maar het is mijn huis. Zo, jongens. Wie ben jij? Hallo meneer, mijn naam is Henk Jansen en ik kom met uw dochter dansen. Nou, dat klinkt gezellig. Alsjeblieft, kom binnen, jongen. Hallo meneer, mijn naam is Joris van Inge en ik kom voor uw dochter een liedje zingen. Nou, heel goed. Welkom. En, wat kom jij met mijn dochter doen? Hallo meneer. Mijn naam is Herman van Beuken en ik kom met uw dochter Nou, met jouw darmpjes is niks aan de hand, hoor. Ik heb zelfs goed nieuws voor jou. Je bent zwanger. Gefeliciteerd. Oké. Okay. Je weet zeker dat het voor mij is? Ja, dat is een moeilijke vraag. Oké, als je me echt vraagt om een keuze te maken, dan zeg ik standje 69. En dat vind ik toch het lekkerst. Die is saai, man. Nee, weet je wat je moet doen? Luister, dit is echt de best. Je gaat gewoon zo zitten. Ja? Zij er bovenop en dan gaan, hè? Nee, man, de rodeo. Wat? De rodeo. Ken je die niet? Ja. Hier, hou eens vast. Kijk. Je zegt tegen je vriendin dat ze op handen en voeten moet. Ja. Ga je achterop zitten. Ja. Zwaai de armen goed eromheen. Ja. En dan fluister je zachtjes in de oor. Dit standje vindt onze secretaresse ook zo lekker. Ja. Ja. En dan goed vasthouden. O oh, yeah. Oh, yeah. Ja. Laten we een spelletje spelen. Ik ga me verstoppen. En als je me vindt, mag je alles met me doen wat je wil. Ja, en als ik je nou niet kan vinden? Dan zit ik achter de bank.